De hersenen weten hoe ze hun functioneren kunnen verbeteren. Niet en geen, dat zijn dingen die de hersenen niet zo goed begrijpen. Het gaat eigenlijk over hoe je door je eigen gedrag je hersenen kan vormen. Je denkt dat in de wetenschap breinkunde zwart-wit is, maar dat blijkt nog wel een bepaalde richting in strijd te zijn in dat hele verhaal. Van wat kan ik veranderen aan mensen, wat kan ik niet veranderen aan mensen. En het is bijzonder fascinerend om van verschillende professoren, mensen die ervoor gestudeerd en een boek hebben geschreven, te horen hoe je er tegenaan kan kijken. En ja, dat was voor ons een volkomen eye-opener, hoe wij dus tegen mensen aan konden kijken en wat er bekend was in de wetenschap. Eigenlijk is het de ultieme vorm van benchmark, kennis opdoen in een andere wereld.